Mogen we iets lezen uit Johannes 1? Maar voordat we dat doen, zou ik willen zingen het vierde en vijfde couplet van die 212 uitgezonden liederen. Het vierde en vijfde couplet van 212, dan voorafgaand aan de schriftlezing. Gestalte van God zijn, het geen roof geacht heeft, God gelijk te zijn.
heeft die gelijkheid niet opgeëist, maar hij was het wel. Hij was God zelf. En daarna meteen lezen we over zijn vernedering. Zij gaan naar het kruis, dat hij zijn leven geeft. In die vernederende dood op Golgotha. De hoogte en de diepte. De verhoging van de Heer Jezus in de toekomst. De hoogte van waar hij komt. En de vernedering die hij voor ons doorstaan heeft. En daar is ook Johannes 1 dan vol van. De heerlijkheid van deze persoon. Dat is iets waar je alleen maar bij in de buurt kunt komen als je ver boven jezelf gaat uitkijken. Als je nou even vergeet waar je zelf mee zit, in je eigen zorgen, in je eigen leven. En dan werkelijk probeert naar boven te kijken. Dat lukt ons niet zo makkelijk. Het is moeilijk om helemaal afstand te nemen van wie we zijn en waar we mee bezig zijn. En toch denk ik dat we daar naartoe onderweg zijn. Dat we dat nu alvast een beetje oefenen. Ik denk dat die grote schade die rondom de troon staat, hè, straks in Openbaring 5, dat grote loflied voor het Lam gaat zingen, die is niet meer bezig met zichzelf. En met de eigen moeite en de eigen geschiedenis. En die ziet daar alleen maar de heerlijkheid van die persoon. Wat de Heer Jezus ook voor de hele schepping betekent. Die ziet zijn karakter en zijn eigenschappen en zijn heerlijkheid. Alles wat hem maakt tot wie hij is. En voor meer aandacht is er helemaal niet. Er is geen tijd. Er is geen noodzaak om met andere dingen bezig te zijn. Maar Johannes 1 moet die verbinding leggen. Het is evangelie wat ons overtuigen wil van de waarheid dat hij waarachtig Gods Zoon is. En Gods Zoon is verschenen in deze wereld. En dat moet een, ja, toch een merkwaardige zaak zijn. Het woord is vlees geworden. Daar loopt een mens in alle opzichten aan alle andere mensen gelijk. Ontkom je niet aan als je hem in een grote menigte ziet. Er zitten geen aureolen om zijn hoofd, er komt niet licht van zijn kleding af. Hij valt helemaal niet op. Hij draagt de kleding van een normale Galileese Jood. Hij slaapt 's nachts, hij moet eten en hij loopt en hij moet zijn behoeften doen. Hij is een mens zoals alle andere mensen. De meeste mensen die naar hem gekeken hebben, zullen dat ook gedacht hebben. Hij is een mens zoals wij allemaal. Ze hebben zijn vlees gezien. En dan komt Johannes met een achtergrond daarvan. Die zegt, ja, maar hij was het vlees geworden woord. Hij was niet van meet af aan bloed en vlees zoals wij allen. Hij heeft vlees geworden. Hij heeft vlees aangenomen. Hij is gelijk geworden. Hij was het niet. Hij is het geworden. Hij is gelijk geworden aan ons. Ja, daar heb je een getuigenis voor nodig. Dan moet er iemand zijn die dat gaat vertellen. Die gaat zeggen, die Jezus waarover je leest in de evangelie, die wonderlijke verhalen, waar je allerlei beelden van kunt hebben, waar je een historisch vertelling van kunt maken, nou, dat is niet zomaar die mens die je daar ziet. Dat is niet zomaar die mens van vlees en bloed. Dat is waarachtig Gods Zoon die vlees geworden is. En als dan in je hart opkomt hebben, waarom doet hij dat dan? Waarom gaat God zich dan op die plaats, zo lang geleden, uitgerekend in die uithoek van de wereld, in Israël, in het Midden-Oosten. Gaat God zich nou daar openbaren? Waarom niet in China met een hele grote beschaving? Waarom niet in Perzië of in Afrika? Waarom nou daar? En dan zal Johannes zeggen, daar moest de Messias komen, daar moest de koning van Israël verschijnen. Dat was de weg die God met hem al van tevoren bepaald had. Hoe weet je dat? Hoe kun je dat zien aan hem? Je kunt het niet zien aan hem. Daar loopt die mens die in alles aan ons gelijk geworden is. Je hebt een getuigenis nodig om te horen over dat andere. Over die diepte van die persoon. Dat hij het woord is. Gods uitdrukking van zichzelf. Alles wat God van zichzelf kan zeggen aan zijn schepselen, aan ons als mensen. Dat heeft hij in hem, in Jezus gezegd. Alles wat hij delen kan met mensen. Van zijn eigen karakter, van zijn eigen wezen, heeft hij in zijn Zoon gelegd, is in Jezus zichtbaar geworden. Wil je weten wie God is, moet je bij hem zijn. Wil je verlossing hebben voor je eigen gewetensnood en voor de zonde en schuld die aan je kleeft, moet je bij hem zijn. Wil je een leven hebben in overvloed dat volledig bloeit, moet je bij hem zijn. Wil je licht hebben in je wereld, in je leven, zodat je ziet wat voor je ligt, dat je werkelijk begrijpt hoe deze wereld is, moet je bij hem zijn.
Wil je een mens zijn die waarachtig mens is tegenover anderen, die in staat is om zich ook voor anderen te geven in liefde, moet je bij hem zijn. Dan moet je het van hem leren. Moet je zijn licht ontvangen, zijn leven delen, zijn zachtmoedigheid navolgen, zijn nederigheid als jouw ideaal zien. Alles draait om hem. En dat is dan van het begin af aan al zo geweest. Alle dingen zijn door hem geworden. Natuurlijk wil deze hele schepping, uiteindelijk deze Heer ook gaan eren. Want ze komt bij hem vandaan. Zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Als de zwaarste vijanden die hem kruisigden, zelfs, ik zou bijna zeggen, de Satan en de demonen zijn door hem geworden. Alles wat bestaat is door hem geworden. We hebben gezongen van dat leven en dat licht, twee liederen achter elkaar. U, de eeuwige heilige God, met licht en liefde samen. De eeuwige God is licht en liefde samen. En hier wordt dat gezegd van onze Heer Jezus. In hem was leven. En het leven was het licht van de mensen. Leven, dat is die kracht waardoor we staan en spreken en leven en groeien. De mens zijn zoals we moeten zijn. En dat is ook het licht van de mensen. Dat is, laten we zeggen, de leidraad waaraan we alles afmeten en beoordelen. Zijn licht en zijn leven, maatstaf van alle dingen, kern van ons hele wezen. Ons hele bestaan draait daarom. Komt uit zijn leven voort en gaat naar zijn leven weer terug. Wordt omstraald door zijn licht en alleen dan kan het tot bloei komen. Het leven was het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis. Dat kwam in deze wereld om die duisternis op te heffen, te verlichten. Om mensen die in die duisternis wandelen, ja zelfs het hele volk, dat volgens Jesaja in de duisternis wandelde, een groot licht te schenken. De weg ernaar te zien die ze moesten gaan. En dan is er een getuige nodig om dat te vertellen. Wanneer heb je nou een getuige nodig om te vertellen dat de zon is opgegaan? Als je in een donkere kamer zit en iemand gebruikt de lichtschakelaar en doet het licht aan. Wanneer heb je dan iemand nodig die komt vertellen dat het licht aan is? Ik had een blinde collega in Amsterdam, toen ik daar nog werkte als docent. En dan kwam ik wel eens zijn kamer binnen en dan schemerde het al, was al bijna donker. Zo tegen 5:30 in de winter en hij had dat natuurlijk niet in de gaten. Hij kon zijn brailleboek ook al lezen zonder dat het licht aan was. Maar de studenten die bij hem langs moesten voor een tentamen of voor afspraken, die zagen helemaal niks en die struikelden over de drempel. Ik moest dus tegenover hem getuige zijn van het feit dat het donker was en dat het licht aan moest zijn. Wanneer moet je een getuige hebben van het licht? Als je ogen zo vol duisternis zijn, dat je het licht niet meer opmerkt. Daarom moet er een mens komen van God gezond. We gaan in rap tempo van de hoogte en de diepte van dat woord dat God zelf is, naar dat licht wat in de duisternis schijnt en daarmee niet goed kan doordringen. Die duisternis begrijpt dat niet, dat is de ene vertalingsmogelijkheid. Of je kunt zeggen, de duisternis grijpt het niet. Dat de duisternis het niet grijpt is mooi. Dat licht wordt niet uitgedoofd door de duisternis. En dat die duisternis het niet begrijpt is heel jammer, tragisch. Dat betekent dat het licht niet doordringt. En dan is er alleen maar die ene mens die getuige ervan kan zijn. Die kan zeggen, wacht, deze Jezus is waarachtig het licht. Kijk maar wat je kunt zien in zijn licht. Hoe de wereld er dan uitziet. En dan wordt hij ordelijk en helder. En er wordt ook zichtbaar wat in je eigen hart leeft. Diezelfde brief van de Filippenzen die zegt dat wij schijnen als kleine lichten in de wereld. Die verbinding zou ik willen maken. Als de Heer Jezus het licht is dat in de duisternis schijnt, onnavolbaar hoog en diep en zo vol heerlijkheid dat niemand dat natuurlijk kan evenaren. Dat is niet te bedoelen. Maar wij mogen kleine lichten zijn, wij mogen iets weerspiegelen van zijn licht in deze wereld, net zoals Johannes de Doper dat met zijn missie natuurlijk in een veel hogere mate kon. Maar zeggen dat hij het licht is, zeggen dat hij het leven is, dat heeft gevolgen voor de maandag en
En het is niet alleen maar een mooi woord voor de zondag. Het heeft gevolgen voor ons leven van alle dag. Zo leven dat jij die geslepen diamant bent, die fonkelend laat zien wie Jezus is als het ware licht. Dat betekent al die onreinheid wegdoen, al die zonden en schuld laten varen, al die neigingen en eigen overwegingen op hun plaats zetten, zodat je dat in zo zuiver mogelijke wijze zou kunnen doen. Oh, dan zul je ontdekken dat de duisternis het niet begrijpt, heel vaak. En je zult ontdekken, dat is de goede kant, dat de duisternis het ook niet grijpen kan, niet van je weg kan nemen. Maar ik denk dat dat in navolging van de Heer Jezus ook onze opdracht is. En als je nou bij jezelf denkt, waar heeft hij het over? En kun je dat dan wel als opdracht aan ons meegeven? Zoek ik toch even snel die tekst op uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 2 is het vervolg van het gedeelte wat wij gelezen hebben. Vers 14. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken. Nou, dat mopperen en tegenspreken mijn hobby is, hè? Maar dat mag dus gewoon niet. Opdat u onberispelijk en rein bent. Onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertaalt. Licht en leven. Heer Jezus, die het licht en het leven is, en die het licht en het leven was voor de hele wereld en de hele aarde was, maar nou wij mogen schijnen als lichten in de wereld, wij mogen het leven vertegenwoordigen, het woord van het leven laten zien in ons leven. En Paulus zegt, als je dat doet, dan ben je mij tot roem. Ik denk dat de Heer Jezus zegt, als jullie dat nou doen, als jullie weer kaatsen wat ik in deze wereld brengen wil, als jullie iets weer spiegelen van mijn karakter, dan is het mij tot roem, is het hem tot eer. Dan eren we hem, niet alleen maar in de eredienst vandaag, maar ook in de praktijk van alle dag, waarin we zijn woord gehoorzamen, hem navolgen en op die wijze mogen schijnen als kleine lichten in de wereld. En de duisternis die het dan niet begrijpt, die zal ons dat ook niet kunnen afnemen. Die zal dat licht ook niet kunnen grijpen. Amen. Amen. Dat lijkt mij een mooi toepasselijk lied. U bent de bron van licht en leven. Ik ben het nummer even niet uit. Lied 210 uit geestelijke verdieping. Ja, ook. Schudden bij elkaar lachen. Ik ben
samen.